Oh my god, it's a Pikachu! Wawawiwa! Yo-dio, kijkbuiskindertjes. Vind jij het ook altijd zo leuk om te wobbelen? Nou, dan ben jij hartstikke blij, want we zijn vandaag bij het Wobbelhuis. In deze map moet je buttons vinden. Oh ja, ik ben trouwens tactiekman, Rens. Regels niet cheaten, geen blokken breken, command blocks aan. Opdracht, ga in het Wobbelhuis. Nou, je zegt wel command blocks aan, maar dat is een beetje stom. Want stel ik het command blocks uit, dan had ik geen eens hierop kunnen staan en dan zag ik uiteindelijk deze tekst niet. Maar, de opdracht is in ieder geval, ga het huis in, want dat betekent niks. Oké. Hallo, skelethoofd mensen. Wat is dit? De uitweg! Eureka! Ik ben niet meer gevangen! Oké, laten we maar gewoon doen alsof we gevangen zijn. Wij gaan het huis in. Oeh. Ga in de portal. Oké. En dan komen we uiteindelijk bij de... Voltooi het parcours nether. Oké. Zo. Oké, ik wilde afsnijden, maar dat mocht niet. Is mijn spawnpoint hier gezet? Nee, ik ben hier weer. Oké, rechts mag dus niet. Want daar zit zeg maar onzichtbaar muurtje, dus... Hoe de hel? Ja, maar dit duurt zo lang omdat de spawnpoint daar niet wordt neergezet. Wat een pauperzooi. Oké, ik zet zelf wel mijn spawnpoint. Omdat, de map het zelf niet doet. Oké. Hier zit een blok, dus die blokkeert mij. Dus ik moet aan de meest rechterkant ervan zitten. Kan ik daar naartoe springen of moet ik daar naartoe springen? Oké, dit kan. Dit kan. Dan moeten we blauw hebben. En dan moeten we deze hebben. Oké, ik spring door. Ik heb op de knop gedrukt. Ik leef. Ik ben nu in het Wobbelhuis. Oké, wacht. Ik moet dit even zien te overleven. Er staat in ieder geval tekst. Don, je bent nu in het Wobbelhuis. Je moet hier 2 stone buttons vinden in deze grote mansion. Je moet de laatste button vinden in het Dolof tip. Sommige zijn inactief. Ik wens je veel succes. Haha. Top. Lekker donker. Oneindige blindness. Weet je waar ik een hekel aan heb? Blindness. Geen jumpscare? Nou. Maybe here. Ja, zie je wel. Met je poephoofd. Is hier dan een button? Nee, dat was gewoon... Ik en mijn wijze bakkes. Loop maar even naar binnen toe. Urde. Lekker mislopen. Wat is dit? Een parcours? Mooi. Mooi. Jongens, had ik al verteld dat je... In blindness kan je niet sprinten. Met als gevolg... Dat je deze sprongen zo'n beetje niet haalt. Oké, dit is gewoon... Dit is niks. Er is hier niks. Mooi. Dan gaan we terug. Nee. Ik kan die gewoon open doen. Hartstikke mooi. Dat is een cameraatje. Ik dacht al, is dat een bommerino? Wat is daar? Dit is het doolhof zeker. Ja, dat moeten we nog niet naartoe. Daar zit de laatste. Wat is hier? Ik weet niet, ik kreeg iets naar me toe geworpen. Redstone? Moet ik hier een test afmaken? Shit, wacht. Dan moet ik even de helft wegdoen, want ik kreeg maar de helft. Oké, dus ik moet dit afzien te maken of zo. Ik zie hier redstone. Dat houdt hier op. Dus ik moet hier wat bij doen, hier wat bij doen. Dit gaat goed, hier wat bij doen. Hier wat bij doen. Zo. Tenminste, deze zal waarschijnlijk iets te lang zijn. Dus ik moet hier waarschijnlijk even een repeater tussen knallen. Laten we dat hier maar even doen. Repeater. Zo. Oké. Activeer. En dan rennen we naar het einde toe, voor zover dat kan. En wat wordt er dan geactiveerd? Inactief. Hoe bedoel je? Ik bedoel, hij ging toch aan? Wat moet er geactiveerd worden dan? Ik bedoel, hij is heel erg lang. Dus je zou bijna zeggen dat je dan weer terug moet om ergens naartoe te lopen of zo. Maar ik begreep er de touwtiefers niet van. Ik heb redstone nooit echt gesnapt. Het is gewoon, ja, volg de lijn maar en het moet uiteindelijk gewoon werken. Maar hij is echt inactief. But why? Oké, fuck it. Dan ga ik maar wel het doolhof doen. Want ik heb daadwerkelijk geen fucking idee. Die blindness is zo ruk, joh. Fuck me, man. What the fuck? Oh, kijk, hey. Nee. Daar ben je er toch doorheen gekomen. Ik zou hem moeten overgeven. Ja, ik heb eerlijk gezegd maar 1 button gevonden. Ik heb nog fucking veel meuk over. Maar ik zal wel even door de portal heen gaan. Blijkbaar is dat de volgende stap. Ik ben blij. Hey. Bedankt voor het spelen van de map. Ik weet dat de map kort was. Maar ik hoop dat je hem leuk vond. Hier nog wat vuurwerk voor de maker. Loop naar voren. Ja, eerlijk gezegd, ik ben zo lang bezig geweest in een fucking doolhof dat mijn blindness is uitgewerkt. Gelukkig zag ik toen wel wat, dus dat is beter.
Hey, hartstikke bedankt voor het opsturen van je map. Hij zat zeker goed in elkaar. Je had leuk gewerkt met command blocks. Blindness vind ik wat minder, maar dat is echt puur persoonlijk. Dat heeft niks echt met de kwaliteit van de mappen te maken. Maar van mij krijg jij een 7,5. Dan gaan we nu door naar de volgende map. Ik heb hier, hoi Don, leuk dat je mijn map speelt. Het is een map met parcours, dolof en veel meer. Breek geen blokken, speel een peaceful, speel een creative, have fun. Map gemaakt door Always Rune, Rune VDB. Kijk hieronder in de chest, druk eerst hieronder en dan op de rechter. Shit. I fucked up, man. Oh, hier staat nog lol. We pakken wel wat melk, wat kippie en nog info. In het infoboekje staat, hoi Don, deze map bevat parcours, dolof en veel meer. Het is de bedoeling om prinses Lola te redden van de kwaadaardige Pikachu en zijn slaven. Hij heeft prinses Lola ontvoerd, vindt ze snel, alles is getest en alles is gebouwd zonder programma. Veel succes verder, dankjewel. Ja, dan uiteindelijk zeker, oh no, de prinses is in another castle. Oh nee! Pikachu heeft de button verstopt, vindt de button en we prinses Lola. Ja, Nederlands. Breng hem naar en plaats hem op de pink wall. Oké, dus de button op de pink wall. Wie ben jij? Bob. Welkom in het Pikachu-dorp. Pikachu heeft de prinses Lola meegenomen en mij opgesloten. Laat me hier maar even. Vind snel prinses Lola voor het te laat is. Okidokie. Pikamoestuin. Oké, dus we moeten een button vinden, hè. Is gotcha. We hebben hier Pika ballenbak. Ballenbad. Oh, wij noemen dit altijd de ballenbak. Oké, dat is very funny, yes. Dan hebben we hier het Pika slavenhuis. Zo, hey. Hoe is het? Ja, dus. Dan hebben we hier het Pika-kluis. Oeh, ik zie daar een kind zien met de bunten. We hebben de bunten. Oké. Wat is hier verder binnen en wat is hier? Pika-kerk. Hallo. Derde koning. Maria. Wat is hier? Oh, de Bijbel. Aha. Jozef, ja. Yeah. Yeah. Dus dit vindt plaats in... Of ze heten toevallig gewoon letterlijk derde koning, et cetera. Dat zou natuurlijk ook kunnen. En dan hebben we hier de Pika eetruimte. Oh. Oh. Oké. Okay. De button. Plaatsen we hier. Gaan we zo. Oh nee, Pikachu heeft de buis verplaatst. Ga snel naar... je mag vliegen als het, als het niet lukt, zeker. Oké. Nou, we gaan natuurlijk eerst gewoon een goede poging doen. Want dat verdien je wel, die kans. Oké, dit lukt. Oké, ik ga vliegen. Doei! Deze is wel erg ver. Dit is 4 blokken. Hartstikke idee. Moet wel haalbaar zijn. Tuurlijk regen. Ik heb zo'n hekel aan 4 jumps. Ze zijn zo naar. Ik haal ze nauwelijks. Doei. Ja, oké. En dan zou dit de laatste moeten zijn. En dan zijn we op het dakje aangebroken. Hallo? Ga op de pressure plate staan en spring. Ik kreeg een jump boost, maar ik kom nu hoog genoeg. Oh, wacht, wel voor deze. En dan voor deze. En dan voor that one. Of ik mis hem! Kok! Oh, wacht. Ja, oké, ik heb nog genoeg tijd erop. Hartstikke idee. En dan de volgende. Oké, ja, ja. Oh, wacht, dan moet ik daarop komen. Oké, ja. Hey. Zo, en dan hebbes. Druk op de button om door te gaan. Dit is een soort van mail. Oké. En dan zijn we hier. Jemig. Ja, oké, top hè. Vind het einde een button? Een tip? Hij is goed. Vind het einde een button? Een tip? Hij is goed. Of goed verborgen, denk ik dan. Pika Dolof. Klik op... Kijk het op de... Het blokje hier. Ja, het is echt kloten dat die tekst gewoon... Ja. Het is gewoon kloten. Gewoon klauten dat die tekst niet helemaal werkt. Dit is wel echt een goede plek om het te verbergen, hoor. Ja, ik zie hem al. There we go. Zo snel mogelijk naar Prinses Lola en speedrun. Oké, top, hè. Laten we dat even opnieuw doen. Want dit is mogelijk. Zo, ik had niet hoeven springen. Oké. Hoppa. Kak. Wat was daar? Ik wil zien wat het was. Er staat hier, kijk in de chest. Ga op de pressure plate staan, kijk in de chest. Ja, maar... Oké.
Oké, melk heb ik genomen. Laten we hier staan. Even kijken, een TNT-run, wees snel, sorry, maar ik kon geen reset maken. Ik denk dat je dat bedoelde. TNT-runs, altijd een struggle. Altijd een struggle. Ik weet niet, ik kan het gewoon niet. Ik kan het dan gewoon niet. Je hebt het gehaald, ga snel door, druk op de knop om door te gaan. Dan zijn we hier. Hij maakt het makkelijk. Die, denk goed, quiz. Het is gewoon een quiz. Wat is de baby Pokémon van Pikachu? Een Raichu of een Pichu? Dat is Pichu. Wat is de, of de evaluatie van Drowsy? Is dat Zoudu of is dat Hypno? Ja, dat is Hypno. Wat zijn de starters in Pokémon Go? Bulbasaur, Charmander en Squirtle of Turtwig, Chimchar en Piplup? Dat zijn Bulbasaur, Charmander en Squirtle. Welk Pokémon is dik en slaapt? Snorlax of Slowbro? Snorlax. En je hebt het gehaald, gaat door de deur en staat je nog een verrassing te wachten. Een klein parcours. Hey, top! Een V-jump. Nog topper dan top. Top! Ja, oké, dat was hem wel. Die klappen we uit. Doen we zo omhoog. Die doen we zo, die doen we zo. Oké, dan moeten we nu naar links. Ik zie de ijsjumps verderop. Ik glijd er gewoon vanaf. Hartstikke idee. 1, 2, 2. En dit is 1, 2, 3. Spring in het gat, zeg je. Hup. Oké, dat is niet springen. Dat is gewoon er vanaf vallen. Hup. Oké, dat is wederom er vanaf vallen. Don, je moet toch even opletten bij de spatie. Druk op de spatiebalkles. Kijk, dat is een stuk beter. Wat hebben we hier? Op de Birchwood hangen buttons. Ze allemaal heb geraakt. Oh, het is een machine gun. Oké. Boom. Dat is daar. En dan moeten we even kijken. Daarna hier. Welke moet ik schieten? Die? Heb ik hem? Volgens mij wel. En dan deze. Oh, ik zie er daar nog één. Sorry. Got him. Druk op de button om verder te gaan. Hallo. Waar zijn we dan hier? Elytra time. Als je valt, ga in game mode 1 en dan naar hier. Oké. Nou, ik had niet de intentie om te vallen. En dan springen we. Woei! Veel te laat. We springen gewoon te laat. Woei! Dit is allemaal na mijn tijdperk. Woei! Oké. Hey, weet je wat we even gaan doen? We gaan het nu even goed doen. Woei! Dat is te erg dubbeljumpen. Nu gaan we het wel goed doen. Ik heb er vertrouwen in. Nee! Weg vertrouwen. Waar was mijn vertrouwen? Ik had vertrouwen. Toen niet meer. Zo dan. Mweep, mweep. Woes, woes, woes. Hé, hé. Klik op de button om door te gaan. Dank u. Druk op de button. Die borden, ouwe. Halve borden. Ik weet niet wat het is. Maar, zoek de verschillen. Oké. Ik moet er dus achter komen hoeveel verschillen er zijn. Er zijn dus, kan dat glas niet gewoon even weg? Oké, het ziet er als volgt uit. 2 kopwebs daar, plantje daar, stoeltjes, tapijt en hier 2, of een furnace en een dingetje. Hier is die omgedraaid, dus dat is verschil nummer 1. 2 kopwebs zijn prima. Pilaar is hier van gewoon cobblestone, hier van bla 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 bla. Plantje is hier een tulp, daar is het een roos, dit is sneeuw, dit is tapijt, dus dat is 4. Voor de rest, even kijken, dat is een torch en dit is een redstone torch, dat is 5. Voor de rest zie ik geen verschil, dus ik ga voor 5 verschillen. En dat is blijkbaar correct. De volgende. Oké, de volgende kamer. Paars doek in de hoek, groen tapijt, paars blokkie, redstone torch, bed en een hendel. Met dus ook een donker raampie. Dat is een lichte raampie. Ja, oké, dat is het raampie, dat is anders. Het blokje is anders, want er zit een andere textuur op. De hendel is naar beneden. Dus dat zijn tot nu toe 3 verschillen. Paarse banner. Is dat dezelfde? Deze lijkt wat lichter dan die. Even kijken, die is best donker. Deze is wat lichter. Ik heb het gevoel dat dat inderdaad een verschil is. Dus dat zou betekenen 4 verschillen. En dat is correct. De volgende. Oké, we hebben hier een kamertje met allerlei blokjes. Ja, ik mag er eigenlijk niet doorheen, omdat het hier normaal gesproken glas stond. Maar om het beter te kunnen zien, heb ik die dus weggehaald. Ik zie daar in ieder geval een boompje, die hier niet staat. Dus dat is er 1.
Eens even kijken. Voorin ziet eruit als dirt. Maar deze heeft zo'n viezige bovenkant. Wat deze niet heeft. Dus dat is 2. Linksbovenin is een groen blokje. Die is anders. Dus dat is 3. Even kijken. Dat is een natte spons. Dat is een droge spons. Dus dat is 4. Stenen blok. Dat is 5. 6 is het grasblokje. Of de leaves. Dat is gelijk. De rood is gelijk. Dat wittige... Die is anders dan die. Shit, op hoeveel zat ik? 5? 6? Oké, dus het witte blok in het midden is 7. Het licht is ook anders. Ik heb het gevoel dat dit blok anders is dan deze. Dus dat zou 8 zijn. Maar dat kan misschien ook de lichtverschil. Zie je een beetje het kleurverschil wat ik bedoel? Van dit blok hier en dat blok daar. Er zit een beetje kleurverschil in, lijkt wel. En hier onderin, eens even kijken. We hebben een cracked stone... ijs, gravel en bla 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 bla. En dat ziet er eigenlijk vrijwel hetzelfde uit. Dus we tellen het op. Het plantje in de hoek is 1. Dan hebben we dit dirt, dat is 2. Dan hebben we vrijwel alles hier bovenin. Dat is 6. Het witte in het midden is 7. Dan dat kleiblok aan de linkerkant is 8. En daaronderin zag ik geen verschil, dus 8 verschillen. Je hebt het gehaald. Je hebt de challenge, zoek de verschillen gehaald, druk op de button om door te gaan. En dan zijn we hier, ga op alle plates staan en kijk in de chest. Oh, oké. Okay. Ik zit wel in game mode 1, maar misschien dat ik vandaar op alle plates moet staan. Ik zie hier nog keep en hier nog apples. Oké, op alles staan, difficulty normal, alles is klaargezet. Wat is dit voor gekke challenge? Hallo mensen, ik ga wel even binnen staan. Oké. Misschien dat ik nog niet zo gretig naar binnen moet lopen, maar we doen ons best. Dat ding blijft tikken. Hou op. Er kwam toch niks meer bij. Woep, 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 woep. Help. Help. Ik heb bijna gewonnen. Even een hoekje in. Doe het niet. Doe het niet. Doe het niet. Ja, die had ik nog, die pijlen omhoog. Achaka. There we go. Oh ja, en een biggetje nog. Oh shit, dat is Prinses Lola. Sorry. Ik wist niet dat je een big was. Sorry, Prinses Lola. Ik heb u gered. U bent in een kasteel. Het zal ook niet. Wat is dit? Druk op de button om door te gaan. En vervolgens zijn we hier. Van links naar rechts over de plates. Oké. Oh, ik heb weer een Pika killer gekregen. En dan zie ik daar... Oh my god, it's a Pikachu. Wawawiwa. Oké, ik moet dus... wat? Wat? Je hebt mijn slaven vermoord. Oké, slimes. Even nu niet. Oké, even opbokken. Er staat. Wat? Je hebt mijn slaven vermoord. Hoe durf je? Probeer dan eens langs mij te komen. Schiet op de ogen van Pikachu. Dit zijn zijn zwakke punten. Zo kan je naar Prinses Lola gaan. Hoogstwaarschijnlijk zit in dat huisje rechts van je. Ga er naartoe zodra je Pikachu hebt. Nou, eerlijk gezegd had ik Prinses Lola al. Dus wat doe ik hier nog? Schiet hem in zijn oogbal. Iets lager. Schiet hem zo. Iets hoger. Bop. Dat is 1. En dan gelijke hoogte. Iets lager. Oh my god. Holy shit. Ik wist niet dat hij zou ontploffen. Oké. Ik ga naar het huisje toe. Heb je slim gemaakt van Bedrock. Zodat het niet zou gaan ontploffen. Ja, dat is wel slim. Druk op de button. Hallo. Oh. 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 Hey. 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 Prinses Lola. How you doing? Dus even kijken. Goed zo dan. Je bent een baas, je hebt de prinses gered. Dit was mijn map, hopelijk vond je hem leuk. Gemaakt door Always Rune. Je bent echt, I don't know. Wat ben ik? Wat ben ik? Ga naar hier als je wat leuks wilt zien. Hallo? Oeh. Oh hey, it's a me. Haal de lever over en kijk daar naar boven. Oh my god. Vuurwerk en mijn naam met een mailtje erbij. Ja, dat is wel leuk hoor. Ja, dat is leuk. Oeh. Waarom ontploft die niet? Hallo Endermanen. Pew. God damn it. Ja, dit was mijn geinige map hoor. Hartstikke bedankt voor het maken en opsturen. Ik heb er van genoten. Je hebt flink wat onderdeeltjes erin verwerkt. Hartstikke leuk, dankjewel. Van mij krijg jij 8,8. Ja, vind ik wel de moeite waard. Jazeker, dankjewel. Dan wil ik de rest van jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Wil je toevallig nog 2 andere video's zien? Druk dan eventjes hier of hier naast mij voor 2 andere video's. Zijn hartstikke leuk. Ik garandeer het je. Ik heb ze gemaakt. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei doei!